Kijk, je ziet het is gefilmd vanaf de toren. Je kijkt naar beneden. Ja. Ja. En hier wordt het nieuwbouwgedeelte nu voorbereid en zo dadelijk opgebouwd. En dan zie je het verrijzen. Ja. Ja. En dat is een nieuwbouwgedeelte wat toegevoegd wordt, gecombineerd wordt met het oude historische stadhuis. Ja. Kijk, en nu zie je, nou gaat het hupsakee omhoog. Fundering. Kijk, daar gaan we. Je ziet heel goed dat er een nieuwbouw. Dit is het gedeelte wat we zo net in de timelapse hebben zien opbouwen. Dat ziet er zo uit. Oké. Okay. Dit is de voorzijde. Dit is de nieuwe hoofdingang. De oude hoofdingang van het stadhuis blijft toegankelijk voor trouwerijen. Hier komen we binnen en we lopen de centrale hal in. Onder een glazen dak, we noemen dit het atrium. En we gaan nu de trap op, komen we bij het gemeentearchief. En dit is een tijdelijke tentoonstellingsruimte van het museum, waar we tijdelijke tentoonstellingen kunnen organiseren. En deze loopbrug over het atrium. Kijk, je ziet de toren daar, ja, bovenaan. Deze loopbrug, nu gaan we het museum in. Hier rechts zien we de oude stijlkamer. Nu zijn we het oude gedeelte, hè? Ja, nu zijn we het oude gedeelte. In deze oude stijlkamer die gaan we in oude luister herstellen. En hier komt een, noem maar de museumfilm. De introductie op het museum. Hm. Nou, dit is een van de tentoonstellingsruimtes. Hopelijk kan ik daar straks nog iets meer over vertellen. Ja. En we gaan nu naar de raadzaal. Ook straks weer trouwzaal, zoals wij hem allemaal kennen. Prachtige ruimte. Houtsnijwerk van de maker nog uit 1617. De vader van Gijsbert Japiks. En nu gaan we naar de vierschaar, waar vroeger dus recht gesproken werd. Is ook tentoonstellingsruimte. En dan gaan we door rechtsaf naar de oude burgemeesterskamer. Die houdt ook die naam. Dit is ook een tentoonstellingsruimte. Die gaan wat meer in op de geschiedenis van Bolsward. Dit zijn beroemde vensters die de geschiedenis van de Bolsward weergeven. We gaan nu de trap af naar beneden. En we komen hier links richting de bibliotheek. Hier zijn we weer terug in het atrium. En hier is het auditorium. De ruimte waar we activiteiten kunnen gaan organiseren. Lezingen, films, debatwedstrijden. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het moet daar echt een drukke bedoeling worden. Er moet veel gebeuren.
Dit is de ontvangstbalie, daar rechts de gemeentebalie. Dit is de centrale hal, zeg maar. Dit is nog steeds de centrale hal. Mooi. Hier gaan we naar een ruimte. Een soort etalage is dat. Ja. Hier, in deze plek. Wat je ook van buitenaf nog kan zien. Ga nu weer terug richting het atrium. Ik heb het genoegen en het eer gehad om hier al vaak rond te lopen. Dus ik herken het. Ja. Ik kan me voorstellen dat het best snel gaat. Een hele mooie binnentuin is hier. Waar we ook een deel van het terras hebben. En wat je bij mooi weer natuurlijk geweldig kan zitten. Uitkijken op de gracht. De gracht is nu gedempt. Vanwege hijskranen, draglines en dergelijke. Die wordt natuurlijk straks weer opengemaakt. Ja. Nou, en dan, mooi. Nou, dank je. Dat geeft toch een aardig beeld. Goed sfeerbeeld. Ja. En ook mooi die functies er allemaal in. Ja, prachtig.